Henk Krol komt in de Eindhovense gemeenteraad. De voormalig hoofdredacteur van de Geekrant heeft als lijstduur voor het Ouderappel ruim 800 voorkeurstemmen gekregen. Het partijbestuur van het Ouderappel heeft daarom vanmiddag besloten om Krol ook een plek te geven. Waarschijnlijk gaat Krol als raadslid de komende jaren het woord voeren over de zorg in de stad. Ja, daar ben ik oprecht heel blij mee, want ik heb gemerkt toen ik in Den Haag zat met wat voor gemak Den Haag. Alles wat met zorg te maken heeft, over het schuddinkje van gemeenten gedonderd heeft. En dat is schandalig, want dat gaat veel te snel. De Eerste Kamer heeft er nog niet eens over gesproken. We weten nog niet eens waar we toe zijn. En per 1 januari is het zover. En grotere steden zoals Eindhoven, die zijn dan misschien zover dat ze al wel wat in hun gedachten hebben. Maar veel kleinere gemeenten, absoluut niet. En ik vind dat wij als gemeente ons daar optimaal tegen moeten verzetten. En ook dat we ervoor moeten zorgen dat iedereen die zorg nodig heeft... ook de beste zorg kan krijgen. Henk Krol wordt in ieder geval raadslid van Eindhoven. En een positie als wethouder zit er voor Krol misschien wel in... als het oude rappel mee gaat doen in de coalitieonderhandelingen. Maar de politicus heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Europa ook longt. En als ik raadslid ben... In Eindhoven zou ik ook Europarlementariër kunnen zijn. Dat lijkt me voor de regio Eindhoven fantastisch. Destijds, toen het slecht ging met Eindhoven, heeft Eindhoven veel te danken gehad, dankzij Rijnwelsje, aan Europa. En ook nu zou het niet verkeerd zijn dat we direct een vertegenwoordiging zouden hebben in Brussel. Een duobaan in Eindhoven en in Brussel is een mogelijke optie voor de politicus. Maar hij wil nog niet te ver op de feiten vooruit lopen. Eerst moet blijken of het oudere repel daadwerkelijk mee gaat doen in de onderhandelingen voor de coalitie in Eindhoven.